Wilco Selmans heeft gisteravond het hoogleraarschap in de leerstoel kindergeneeskunde aan de faculteit der medische wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit aanvaard. Deze leerstoel, een initiatief van de vereniging Kinderartsen Suriname, heeft als leeropdracht het verbeteren van de pre-, peri- en postnatale zorg. Het doel van deze leerstoel is om de gezondheidstoestand van de Surinaamse pasgeborenen te optimaliseren, rondom de geboorte als ook in de eerste levensjaren van het kind. Marjorie Muringen, voorzitter van de Vereniging Kinderartsen Suriname, zegt dat de kinderartsen de best mogelijke gezondheidszorg willen bieden aan jonge kinderen. Waarbij er juist ook voor de preventieve gezondheidszorg veel aandacht moet zijn. Dit geldt zowel voor zwangere moeders als het kind vanaf de preconceptionele fase tot aan de adolescentie, zodat op die manier de zelfredzaamheid van kinderen gestimuleerd wordt en ze gezond en veilig kunnen opgroeien. Wij willen dat de diverse stressoren die vanaf de baarmoeder een ongunstig effect hebben op de uitkomst en ontwikkeling van het ongeboren kind gaan verminderen. Selmans is voorgedragen voor deze leerstoel omdat de kinderartsen ervan overtuigd zijn dat zijn voorliefde voor de preventieve kindergeneeskundige zorg een stuwende motor zal zijn. Muringen vertelt dat Selmans veel ervaring heeft in zijn werk, wat volgens haar ook blijkt uit zijn curriculum vitae. Selmans haalde op basis van zijn onderzoek aan dat kinderartsen zich zorgen maken over meerdere aspecten van de kindergeneeskundige zorg, zoals ongunstige geboorteuitkomsten. 1 op de 5 zwangerschappen in Suriname eindigt met een ongunstige geboorteuitkomst. Selmans wijst er ook op dat 1 op de 5 zwangeren tiener is. En het is bekend dat tienermoeders meer complicaties hebben tijdens de zwangerschap. En daarom ook meer ongunstige geboorteuitkomsten. En daarnaast, en dokter Muringen gaf dat al aan, wordt het steeds meer duidelijk dat kinderen al voor de geboorte, in de baarmoeder, maar ook in de eerste jaren na de geboorte, worden blootgesteld aan allerlei stressoren. Dit betreft zowel chemische stoffen, zoals de zware metalen, kwik en lood, pesticiden die veel in de landbouw worden gebruikt, en poly- en perfluoralkyl stoffen, de zogenaamde PFAS, die in allerhande huishoudelijke materialen verwerkt zijn. En ook niet-chemische invloeden zoals stress en depressie tijdens de zwangerschap kunnen van invloed zijn op deze ongunstige geboorteuitkomst. En op de neurologische, cognitieve en motorische ontwikkeling van het kind. Het is tegelijk een levensfase waarbij de organen van het kind in volle ontwikkeling zijn. De hoogleraar gaf een overzicht van de plannen die binnen de leerstoel zullen worden uitgebouwd op het gebied van onderzoeksprojecten, onderwijs en opleiding voor medische studenten, kinderartsen in opleiding en verpleegkundigen en op het gebied van patiëntenzorg. Aan de landelijke beleidsmakers gaf hij mee dat vroege investering in het kind betaalt en een royale return of investment teruggeeft met een gezondere en productievere bevolking. Professor Wilco Selmans werkt sinds 1998 na het afronden van zijn opleiding in het Amsterdam Universitair Medisch Centrum in Nederland als fulltime kinderarts in het Diakonessenhuis. Hij heeft talloze studenten, huisartsen en kinderartsen in opleiding uit Suriname, Nederland, België en de Verenigde Staten gecoacht en opgeleid. Selmans heeft ruim 80 internationale peer-reviewed publicaties op zijn naam staan.